Om met Riepke Zeilmaker te spreken, we leven in interessante tijden. Neem eens een kijkje op zijn gelijknamige website. Om eens wat hoogtepunten te noemen uit het nieuws van de afgelopen week, of moet ik zeggen dieptepunten. Hugo de Jonge wil nu iedereen verplichten de defecte of afgeschreven cv-ketel te vervangen door de veel duurdere en veel minder efficiënte warmtepomp. Hugo houdt van dwang. Hij wilde ons dwingen het vaccin te nemen. Als wethouder van Rotterdam wilde hij in 2016 sommige stellen gedwongen anticonceptie te laten gebruiken of zelfs steriliseren. Vorig jaar kwamen nog heel wat consumenten in de problemen toen ze hun elektriciteitsrekening niet meer konden betalen vanwege het hoge verbruik van hun te goede trouw aangeschafte warmtepomp. Rob Jetten heeft de handen op elkaar gekregen voor zijn plan om 28 miljard extra, luister goed, extra te investeren in klimaatregelen. Of moet ik het woord investeren wellicht vervangen door de uitdrukking door het putje spoelen? Christine van der Wal krijgt een fonds van 24 miljard tot haar beschikking om het stikstofprobleem aan te pakken. Of moet ik zeggen, de stikstoffabel. Sigrid Kaag kondigt aan dat de overheid moet gaan bezuinigen. Niet alle wensen kunnen meer worden gehonoreerd. We moeten weer binnen onze marges gaan leven. Met we bedoelt Sigrid natuurlijk u en ik, niet zichzelf. Ze legt de oorzaak voor de overheidsschuld vooral bij de kosten voor de coronamaatregelen. Wie van u heeft deze maatregelen ooit gewild? Oh ja, er wordt wel 7 miljard extra uitgetrokken voor de toegenomen instroom van asielzoekers bovenop het al begrote bedrag. Wie heeft deze massale instroom gewild? U? Kaag zegt verder dat de overheid goed moet opletten dat de lasten voor de burgers goed moeten worden verdeeld. Mocht u in de problemen komen door de lastenverzwaringen, dan staat de overheid u bij met leningen of uitgestelde betalingen. Met andere woorden, slavernij, voor zover dat al niet het geval was, met uw afhankelijkheid van toeslagen om rond te komen. Europa keurt het plan van de overheid goed om boeren uit te kopen. Heeft u ooit uw stem uitgebracht op mensen als Van der Leyen of Timmer Frans? Heeft u ervoor gekozen dat Europa een dergelijke verregaande invloed heeft op ons welzijn? De overheid erkent nu pas dat er inderdaad ernstige bijwerkingen kunnen zijn door de mRNA-vaccinaties. Op de overheidswebsite wordt u de weg gewezen als u een klacht wilt indienen of juridische bijstand nodig hebt. Wat fijn dat onze overheid ons zo adequaat informeert. Vraagt de overheid onze mening wel eens over dit soort verregaande inmenging in onze levens? Gelooft u werkelijk nog dat we hier in vrijheid leven? Pas op! We gaan voor het afbraakbeleid een hoge prijs betalen, u en ik. We zullen nog meer afhankelijk worden van toeslagen en voedselbanken. En er gaan klimaatlockdowns komen. Noem het maar complottheorieën, maar alle complottheorieën zijn tot nu toe uitgekomen. Zomaar wat headlines uit het nieuws. Ik zou er nog veel meer kunnen noemen. Het gaat me om de trend te duiden. De overheid doet niet wat de bevolking wil of wat goed is voor haar burgers. De overheid voert de agenda uit van globalisatie en afbraak om een grote reset mogelijk te maken.